Een busje komt zo, 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 busje komt zo. Bij deze wil ik u onze nieuwe buurtbus voor de concessie IJsselmond overhandigen. Ik wens jou met jouw hele buurtbuscomité ontzettend veel veilige kilometers. Het is het laatste voertuig wat wij in de nieuwe kleuren en kleurstelling gaan aanbieden. Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier mee hebben als onze chauffeurs en heel veel veilige kilometers. Dank u wel, we zijn er ook heel erg blij mee. Heel goed. Dank u wel. Dat jullie er veel plezier mee hebben. Ja. En veel passagiers voor ons mogen vervoeren en voor onze opdrachtgever. Ja, ik weet het zeker. Komt goed. Ja, fijn. Ja, goedemiddag. Ik sta hier met René Hassing, de rayonmanager van Connection. Zou u het een en ander willen vertellen over deze bus en hoe dat gegaan is allemaal? Ja. Wij hebben vorig jaar 8 december de nieuwe concessie gegund gekregen voor IJsselmond. Een van de nieuwe concessie-eisen was dat wij gingen rijden met nieuw jong materiaal. Wat voldeed aan de nieuwe euronormen en dergelijke, dus echt goed voor het milieu. En onderdeel daarvan waren niet alleen onze grote bussen, maar ook natuurlijk het buurtbusproject van Zalk wat wij hebben. En vorige week zijn al onze nieuwe bussen ingestroomd. Wij grote bussen van 15 meter, de reguliere 12 meters. En de buurtbus die naast ons staat is de laatste. Die hebben wij net aangeboden aan het buurtbuscomité van Zalk. En op dit moment krijgen ze uitleg over de nieuwe snufjes van dit voertuig en hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, ja, want ik zie dat het is een prachtige bus. Alles zit erop en eraan. Het is toch wel heel bijzonder dat het nog weer kan in deze tijd. Ja, wij vinden wel dat wij als Connection een bijdrage moeten leveren aan het milieu. Dus wij willen zuinige en moderne, met weinig uitstoot hebbende voertuigen. De buurtbus die je voorheen reed voldeed ook zeker aan de normen. Maar wij vonden toch dat de nieuwe buurtbus zoals die hier staat rolstoel toegankelijk moest zijn. En daarnaast rijdende zeg maar, ook met de nieuwste systemen toegang voor OV-chipkaart en dergelijke. Vandaar dat ze dus ook een nieuwe voertuig hebben gekregen. Met ook de nieuwe uitstraling van onze beide opdrachtgevers. Aan de ene zijde Overijssel en aan de andere kant Flevoland. Net zoals onze grote bussen. Ja, want ik kwam hier aanlopen. Ik denk Flevoland, maar dit is nog niet Flevoland. Zover zijn we toch nog niet. De politiek misschien wel, maar wij niet. Ja, dat is iets waar wij ons als Connection liever niet over uitlaten. Maar wij doen onze bussen een neutrale partij, laat ik het zo zeggen. Allebei de kleuren erop, zoals onze opdrachtgever het graag van ons wil. Ja, ja, ik begin hier bij de coördinator, met Jenny Riesebos. Ja. Dat klopt. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het helemaal een geweldige bus. Echt prachtig. Boven verwachting. Ja, want ik heb de vorige bus ook wel eens gezien. Maar dit is toch wel heel mooi. Als je hier, alles kan hier prachtig in. Er zit ontzettend veel ruimte in. Het is wel heel modern, deze bus. Inderdaad. En we horen nou ook meer bij de grote bussen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja. En als ik goed begrijp, gaat het van maandag tot zaterdag altijd? Van maandag tot en met vrijdag. Vrijdagavond zijn we gestopt, want daar hadden we heel weinig passagiers. Maar wie weet, misschien komt dat nog weer als het animo voor is. Heeft dat met de winkelstraat te maken of zo? Met de vrijdagavond? Ik weet niet waar dat aan lag. Eerst was het wel wat, maar op een gegeven moment dan hadden we nou 1 in de maand 1 passagier en toen hield het op. Okay. En u bent chauffeur? Ik ben ook chauffeur, ja, en ook penningmeester van de hele club. En uw naam was? Jan Afzede, ja. Ja. En hoe lang doet u dit nou? Ja, schrik niet, al ruim 25 jaar. Ja. Oh, daar schrik ik niet van hoor. Oké. Nou, toch 25 jaar, ja. Ja. En u doet het ook 25 jaar? Ja, ik doe het ook 24, ja. En wat heb u ermee te maken? Ik ben ook bestuurslid en ja, ik zorg voor alle algemene dingen wat rondom de bus moet gebeuren. Informatie in de bus, als er iets bijzonders is dat de bus niet kan rijden, dan ga ik dat allemaal voor elkaar maken. Dat het zichtbaar is voor de passagiers die instappen. Ja, dat is het denk ik zo'n beetje. En ook voor de ja, leuke attenties wat we eind van het jaar altijd krijgen. Wij vinden toch dat een vrijwilliger wel gewaardeerd mag worden. Dan zorgen we voor een kerstattentie. Nou, en ja, jaarlijkse uitstapjes. Wat we dan ook organiseren. Ja, dat. En je zit er ook al heel lang bij? Ja, ik zit er ook zo'n beetje een kleine 20 jaar. Ja. Dus we zijn hier echt met senioren over dit. Ja. En hoe begon het eigenlijk? Het is opgestart. En ook met provincie, met hulp. En toen reed hij een jaar. En toen hadden ze chauffeurs tekort. En toen zeiden ze van, we moeten chauffeurs erbij. En zo niet, dan komen we niet meer door Wilsum heen. En dat is toch wel heel belangrijk. En vandaar, zo ben ik er eigenlijk bij gekomen. Na 1 jaar. Hij is 5 december 1988. De eerste rit. Sinterklaas heeft de eerste rit gemaakt. En je rijdt zelf ook? Ik heb zelf gereden, maar ik doe nu alleen bestuursfunctie, want daar heb ik werk genoeg aan eigenlijk. Ja, mijn man die rijdt, heeft mijn rit erbij, die rijdt dubbel. Ja.
Oké. En u rijdt vanaf het begin, ook al 25 jaar, u was toen de eerste? Of? Ja, ik was inderdaad van begin af, maar omdat ik toen nog in het arbeidsproces zat, kon ik uitsluitend alleen maar vrijdagavonds rijden. Dus één keer in de zoveel weken moest je vrijdagavonds rijden. Totdat ik in de FUT kon en toen heb ik gezegd, nou liever niet meer op vrijdagavond, liever nu overdag. En nu rijd ik overdag en dat vind ik heerlijk. En hoe lang zit u in de FUT, als ik mag vragen? Wat een gewetensvraag zeg. Al bijna 5 jaar. Nog maar 5 jaar? Oh ja, goed. Ik vind dat vrij lang. Ja? Maar je vermaakt zich prima? Heel goed. Heel goed, ja. Ja, want ik denk van ja, je komt allemaal mensen tegen, dus dat maakt het werk ook heel erg leuk, denk ik. Ja, dat maakt het ook heel erg leuk. En wat ik eigenlijk ook nog wel even kwijt wil, dat is dat de mensen ook vaak denken dat de buurtbus alleen voor ouderen is. Maar het is, de bus is ook toegankelijk voor jonge mensen. Daar, daar is de bus ook voor. Dus het is voor iedereen toegankelijk? Voor iedereen toegankelijk, ja. Scholieren stappen tegenwoordig in. Ja, als ze een geldig pasje hebben, dan mogen ze met ons mee. Ja. Mag ik u hartelijk danken en heel veel succes toewensen de komende jaren. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo.